Hoi, leuk dat jij weer bij mij komt kijken bij de Squishies Weken. Ik ga vandaag weer eerst wat foto's laten zien. Dan ga ik de squishies die ik hier heb liggen uitpakken en aan jullie laten zien. Dan heb ik natuurlijk ook nog de winnaar van de rebus van verleden week. Die ga ik ook bekendmaken. En dan komt er weer een nieuwe rebus van deze week voor als je niet gewonnen hebt en je wil weer kans maken deze week. Dan heb je weer een nieuwe rebus voor deze week. Dit zijn de laatste twee squishies van Boti die ik heb. Dus hierna dan kan ik ook nog wel verder met andere squishies die ik nog heb. Maar dit zijn mijn laatste twee squishies die ik had gekregen van Boti. Die ik gratis had gekregen voor mijn kanaal. Zodat ik de squishies weken kon doen en de squishies ook kon weggeven. Ik ga eerst beginnen met de foto's. Jente Baas, die doet mee met de rebus, maar ze vindt het ook wel leuk om zelf squishies te knutselen. En dat heb je heel erg leuk gedaan, Jente. En ja, hier heb ik een foto. Sorry, ik weet jouw naam niet, want die heb je niet in de mail genoemd. Maar je hebt wel hele leuke en schattige squishies gemaakt. Ik ben heel blij met je foto. En Wendela, die heeft ook een hele mooie squishy collectie. En zoals je kan zien, ze gaan zelfs mee met haar in haar tas. Heel leuk. Oké, dan ga ik nu naar het uitpakken. Ik heb een kawaii squeezies. Die waren ook bij de Kruidvat te koop. Kan zijn dat ze nu inmiddels uitverkocht zijn, want ze gingen wel heel erg hard. En zag ik, misschien heb jij wel geluk dat je er nog één kan vinden in een Kruidvat winkel. En ik heb er een van Soft en Slow. Nou, waar zullen we mee beginnen? We gaan beginnen eerst met Soft en Slow. Die ga ik even heel voorzichtig aan de achterkant openknippen. Want deze is niet voor mij. Die ga ik weggeven aan een squishy winnaar. Dus dan probeer ik het aan de achterkant te knippen. En dan kan ik het na de video weer squishy erin stoppen en dichtplakken. Voor de winnaar. Zo. Nou. Even eerst aan ruiken. Nee, heeft een gewone, simpele squishy geur. Ik vind hem er wel heel mooi uitzien. Het ziet er gewoon echt lekker uit. Lekker aantrekkelijk als een taartje. Lijkt denk ik een beetje op een kersentaart. Maar dan weet ik niet zeker of het nou bedoeld is als aardbeidjes of als kersen. Want het heeft wel een beetje de vorm van aardbeidjes. Maar niet de stipjes, zeg maar, van aardbeidjes. Hier zie je ook wel heel mooi relief erin. Dus het is niet helemaal glad afgewerkt, maar gewoon lekker alsof het een icing is. Dus dat ziet er dan wel heel erg leuk mooi uit. Voelt lekker groot en stevig in je handen. En we gaan even het squishje proberen. Het heet Soft en Slow. Dat staat dus op het kaartje. Even kijken, kan ik hier laten zien. Dus dan ga ik even het Slow Rising dan laten zien. Slow is dus natuurlijk Slow Rising. Niet alle squishies zijn normaal Slow Rising. Anders zou het ook geen Slow Rising heten. Dan zou het gewoon normale squishies zijn. Nee, heel erg leuk. Dit squisht wel heel erg leuk. Ja, gewoon lekker een grote stevige squishy die stevig in je handen voelt. Ik vind wel de kleur, zeg maar, waar die mee geverfd is, voelt wel wat harder dan normale Slow Rising squishies. Die voelen normaal veel zachter. Deze voelt wat steviger in je handen. Dus dat is wel een verschil met, ik geloof, de squishy van verleden week. Die voelde weer anders aan in je handen. Dus het kan echt per squishy verschillen hoe dat dan voelt. Oké, nou, ik ga niet nog vaker in squishen, want zoals ik al zei, deze is niet voor mij. Die gaat naar de winnaar. Maar dan heb je in elk geval kunnen zien hoe deze squishies squishen. Het heeft snel de neiging, zie ik, om te gaan kreukelen, die er ook echt in blijven. Dus dat is wel wat mij opvalt. Die gaat straks weer terug in de verpakking voor de winnaar, degene die hem wil hebben. En dan gaan we nu naar Kawaii Squeezies. Daar zit één squeezies in. Het is van Emzo's Kawaii Squeezies. En ik zie hier, er zitten 12 figuurtjes kunnen in zo'n pak zitten. Nou, in één pak zit natuurlijk maar één figuurtje. Maar het is een beetje een gok welke van de 12 je dan krijgt. Op de achterkant kan je ze dan een beetje zien. Ik ga het openmaken. En dan gaan we kijken wat daaruit komt. Even een stickertje. Zo. En
Oh ja, deze ging wat lastiger open. Ja, hier wil ik even... Oh, kijk, want dan scheur ik er gelijk in. Ik wil zeggen, hier wil ik even mijn tijd voor nemen. Want ik wil dit zo voorzichtig mogelijk doen. Omdat dit ook niet voor mij is. Nou, ik heb het toch per ongeluk open gescheurd hier. Maar ik dacht ook van, nou, deze stuur ik niet met box en al. Maar dan gewoon de losse squishies op. Dus het hoeft er niet super voorzichtig te zijn. Oké, en welke squishy heb ik nu? Ah, dat is grappig. Ik heb er een aapje. Dat is leuk. Ik had de vorige keer had ik een boterhammetje. In mijn vorige squishy video. En nu een aapje. We gaan eens voelen hoe die voelt. Ah ja, deze die zijn dus niet slow rising zoals je ziet. Niet alle squishies zijn slow rising. Dit is gewoon een normale squishy. Waar je gewoon wel lekker in kan squishen. Ziet er mooi uit. De ogen zijn erop gedrukt. De ogen zijn erop geplakt met een soort laagje. Dus dat betekent als je hier heel veel in squished en aan zit, zou dat er vanaf kunnen schuren, zeg maar. Maar verder een hele leuke squishy. Een soort sleutelhanger squishy. Ziet er leuk uit. En daar kun je gewoon normaal in squishen. Oké. Dan ga ik nu eerst even de winnaar bekendmaken. En dan pak ik even de squishies erbij. Want dan kan ik laten zien waar de winnaar uit mag kiezen. Oké, dan ga ik eerst even laten zien waar de winnaar uit mag kiezen. En dan als jij zometeen jouw naam hoort. Dan heb jij dus de Rebus van verleden week gewonnen. En dan mag jij dus hier kiezen wat jij thuisgestuurd wil krijgen van mij. Even kijken hoe. Die twee horen bij elkaar. Dus als jij de smooshy mooshies wil, dan krijg jij beide zakjes. Wil je weten wat er ook weer uit de zakjes kwamen? Aan het einde van deze video zie je hier een linkje naar alle squishy video's. Nou, kijk dan nog eventjes terug. En dan kun je zien welke ik daaruit heb uitgepakt. Deze, dat zijn dus de kawaii squishies. Die horen ook bij elkaar. Als je die kiest, krijg je ze allebei. Ik doe ze wel los in een envelopje. Dus niet in het bakje. Want het is voor mij even goedkoper om gewoon los te posten. Dus die twee krijg je samen zonder bakje in een luchtenvelop. Nou, je kan ook deze kiezen. Die was van verleden week. En volgens mij vond ik die het allerlekkerste squishje van wat ik hier heb liggen. En je kan ook die van vandaag kiezen. Als je dus aan mij vraagt welke vind je het lekkerst, die vind ik het lekkerst squishje. Maar die is groter, dus ik kan me ook voorstellen dat je die liever hebt. Of dat je juist die heel schattig vindt en dat je dan twee schattige krijgt. Aan jou de keus. Dus, hoor je straks je naam? Je mag of die, of die twee samen. Goed, en de winnaar van verleden week is Eva de Haan. Eva, ik vond nog een mooie foto van jou waarbij je me een keer jouw squishy foto's hebt gestuurd. Die laat ik dan nu ook zien. Gefeliciteerd Eva, ik ga eerst hieronder jouw reactie afwachten. Als ik zie dat je deze video hebt gekeken, dan mail ik je terug en dan regel ik dat... Dat dit jouw kant uitkomt. Tenminste, welke jij kiest, ga ik op de post doen voor jou. Dan, sommigen zullen nu teleurgesteld zijn. Maar nieuwe ronde, nieuwe kansen. Er komt weer een nieuwe rebus aan voor deze week. Vandaag weer 2 woorden en zondag weer 3 woorden. De 2 woorden van vandaag. Het is weer een moeilijke rebus. Verleden keer vonden jullie het ook moeilijk, dus ik ga een beetje meehelpen. Het woordje is kam. En de K moet je veranderen. Dat zie je hier staan. Verander de K in een S. En dan achter het woord schrijf je EN. Plus EN betekent schrijf EN erachter. Dus dan heb je nu een woord van 5 letters. Woord nummer 2, pen. Plus een S, dus dat betekent voor pen schrijf je een S. En de, even kijken, de N moet je veranderen in een L. Dus de N verander je in een L. En daarachter schrijf je nog eens 2 nieuwe letters plus EN. Dus je schrijft achter het woord EN. Dan heb jij nu een woord van 6 letters. Deze 2 woorden die je nu hebt, schrijf je op je briefje. Briefje bewaar je. Zondag kijk je weer, als je tenminste mee wil doen. En dan schrijf je weer de nieuwe 3 woorden die je dan krijgt op. En dan heb je weer een zin van 5 woorden die je naar me kan mailen. Mailen kan pas vanaf zondag. Dus nu nog niet om mijn e-mailadres vragen. Die krijg je nu nog niet, anders word ik nu al plat gegooid met mailtjes. Zondag mogen jullie me mailen en dan
dan word ik een beetje plat gegooid met mailtjes op zondag. Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. Is dat zo? Vergeet niet de video een like te geven. Ik vind het leuk dat zoveel mensen meedoen met de Squishy Weken. Ben je nog geen lid van mijn kanaal? Hier op het knopje te drukken word je lid van mijn kanaal. Hieronder zie je het kanaal van mijn man, Gamer Papa. Die maakt leuke video's. En hieronder zie je een link naar al mijn Squishy video's. Doepa doe!